Dames en heren, welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag gaan we praten met Hester Bies, het volgende deel in het derivatendrama, want dat is volgens haar het neusje van de kabel. Mr. Buys, welkom. Uh, dankjewel dat je er bent. Uh, overigens, die, dat neusje van de kameel, dat is een Engelse uitdrukking. Hè? Dan zeggen ze een camel's nose. Dan zie je alleen een neus, maar dan blijkt er een gigantisch ding achteraan te zitten. En Dat leek mij toepasselijk, want jij hebt, uh, je hebt hier al... Vorig jaar heb je hier ook gezeten. Toen heb je verteld over de, de rentederivaten. Dus dat banken eigenlijk producten verkopen aan klanten waar ze niets aan hebben. Sterker nog, waardoor ze het schip in gaan. Uh, maar het is veel groter dan dat. Er zit veel meer achter, want jij... Zet je eigenlijk gewoon vraagtekens bij die kwaliteit van die verslaglegging, van die, van die jaarrekening? Klopt. We hebben daar toen al heel even over gehad. Ja. Uh, hè, de, 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 de kredieten die achter de schermen weggepoetst lijken te zijn. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, daar uh, ben ik verder ingedoken. Helder. Um, je hebt een uh, aantal uh, boze brieven gestuurd. Je hebt uh, waaronder naar Paul Rosenbuller, die, uh, die zit nu bij de AFM. Dat zeg ik met een lichte glimlach. Want je vraagt je misschien af hoe hij daar nu, hij daar nu weer terecht komt. Maar je hebt een, een brief gestuurd naar Van Vroonhoven en uh, de vertrekkende uh, uh, voorzitter van de AFM. En, en Paul Rosemüller. En je bent een beetje boos, zullen we maar zeggen. Ja, dat was ook uh, op zich uh, een van de laatste brieven. Uh, ik, ik ben uh, begin 2014 uh, op gesprek geweest bij de Autoriteit Financiële Markten. En de Nederlandse mm -hmm. Bank was daar ook bij. Uh, ...om een melding te maken van wat ik aantrof in de rentestopdossiers. Uh, 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 heel schrijnend, uh, enorme agressie vanuit de banken en de advocatenkantoren. En uh, tevens melding te doen van een heel accounting systeem... Wat, ...wat ik uh, toen net had ontdekt dat ING dat uh, gesloten heeft eind 2012. Ja. Um, en daar heb ik melding van gedaan. En ja, ja, uiteindelijk ben ik dus inmiddels vijf jaar aan het melden... ...en uh, is er in Nederland uh, in ieder geval weinig uh, uh, meegedaan. Ja, want als we misschien even terug naar de... Na het begin kunnen gaan, um, na ongeveer 2000 zijn die banken begonnen met het verkopen van rentederivaten. Dus dan had een ondernemer bijvoorbeeld, die kreeg een kredietje en dan moest hij zich indekken tegen een renteverhoging. Ja. En dat dan, want dan was het idee, en dat klinkt misschien goed, van, want dan ben je ingedekt tegen onvoorziene omstandigheden. Dan betaal je altijd precies evenveel rente. Ja, nou de bedoeling was dat het product uh, samen, hè, dat het een variabele rente de lening in combinatie met een, een, een uh, renteswap uh, tot een vaste rente zou leiden. Mm -hmm. Een constructie met vaste rente. Uh, nou ja, ik zou uh, aanraden om de vorige uitzending te, te kijken, want oh, daar ja. werd dat helemaal uitgelegd. Uh, daar zullen we nu niet uh, denk ik bij stilstaan. Um, en uh, het probleem was, het product is niet rentevast. Bleek het te zijn en uh, uh, ook niet flexibel. Mensen dachten dat ze door die variabele uh, rentelening uh, uh, makkelijk konden aflossen, maar dat kon niet omdat ze helemaal vastgezet werden door uh, de renteswop. en ja, Wat eigenlijk het belangrijkste is wat uh, wij hebben geconstateerd, is dat uh, een renteswap uh, een financieel instrument is uh, op grond van de wet. Uh, uh, daar moeten banken uh, risicomanagement op uitvoeren. Mm -hmm. uh, er is een wettelijke verplichting dat eigenlijk de hele looptijd van die renteswap uh, de marktwaarde wordt gemonitord. Waarom? Omdat de bank ook een verplichting naar de klant toe heeft, hè. het is een ruil van rente. Dus, um, ja, dus iemand. Dus je, dus je neemt het derivaat bovenop je lening. Als de rente dan heel hard daalt, dus het tegenovergestelde gebeurt van wat je eigenlijk waar je voor had ingedekt. Dan dan krijgt de een producten een negatieve waarde. Ja, dan krijgt een negatieve waarde en dan heeft de klant eigenlijk een schuld. Ja, en, nou ja, en dat is precies waar eigenlijk de hele discussie over gaat. Um, de, uh, als je kijkt naar ING, hè, dat is de eerste rechtszaak waar ik mee begonnen ben in 2012. Mm -hmm. uh, um, dan zie je dat, daar zag ik in, dit, uh, in uh, de documentatie. Uh, dat, uh, ...dat dat product, uh, zoals dat wettelijk ook omschreven is, uh, een, een marktwaarde ontwikkelt... ...en dat die marktwaarde continu wordt gemonitord. En om die marktwaarde te uh, monitoren en te zorgen dat die marktwaarde dus, uh, ja, dat het risico afgedekt is... ...moet de bank eigenlijk onderpand aanhouden. Uh, margin heet dat, ja. heel technisch. Maar um, in ieder geval dat onderpand, dat uh, bleek dus uit de stukken van ING... ...dat werd door ING zelf geleend in de vorm van een uh, lening... Uh, dat boekte ze op als onderpand uh, cash uh, collateral uh, heet dat uh, in, uh, in de financiële wereld uh, eh, margin. Uh, om die negatieve waarde af te dekken. Dus de klant had eigenlijk achter de schermen een, een, uh, een extra krediet bovenop zijn financiering. Ja. Uh, die dagelijks uh, monitorde uh, of de marktwaarde wel uh, conform dat risico was. Dus um, ja, op het moment dat de rente vrij vlak was in het begin en er niet zoveel gebeurde, uh, was dat niet een enorme exposure. Die waarde was niet heel groot. Maar toen op een gegeven moment die rente ging dalen. Um, werd die, die marktwaarde steeds groter? Nou, en in de financiële crisis, weten we wat er gebeurd is, is ja. die uh, marktwaarde geëxplodeerd en ontstond er een acuut liquiditeitsprobleem. Ja. Um, alleen, het wordt dus nu ontkend uh, door banken. ING heeft in die uh, procedure die ik sinds 2012 voer, uh, het ontkend. Die zegt uh, van nee, we hebben geen krediet verleend. Dat is dus een, een, een hele technische discussie. Maar uh, nu inmiddels uh, um, weet ik dat dat. Krediet toen weggepoetst was. Dat heb ik ook gemeld in 2014 bij de AFM, dat het systeem gesloten werd. Um, nu zegt men: het, is geen, uh, geen, het heeft geen marktwaarde. Het heeft alleen maar een waarde um, die relevant is op het moment dat je de tussentijds beëindigt. Dus een soort van hetzelfde als een boeterente bij uh, een rentevaste ja, lening. Want je, je zou kunnen wachten tot de periode die bij het wordt afloopt. En als er dan niks geks gebeurt, dan is je Fingers crossed? Ja. Dan, dan loopt het uit de boeken. Ja, dat zou dus uh, hè, bij een rentevaste lening het geval hè? Dan heb je dus die, die ja, als je rente daalt, dus maakt het verder niet uit. Je betaalt gewoon je vaste rente en aan het einde van de looptijd is die rente, is die lening weer klaar. En uh, wat je bij dit product zag, is dus dat, uh, dat er een marktrisico is van de mm -hmm. rente. En dat wordt eigenlijk afgewenteld op de klant. Dus uh, bij een normale ja. lening uh, heb je dat marktrisico niet, want dat is nou precies de transformatiefunctie in mijn ogen van de bank. Uh, maar dat hebben ze dus verschoven naar de klant, waarschijnlijk omdat men het dus een heel interessant businessmodel vond. Um, alleen doordat dus die rente zo enorm gedaald is, uh, ontstond er een acuut uh, uh, liquiditeitsprobleem. In combinatie met uh, het feit dat dat uh, geld wat ze dus gebruikten om aan die klant te lenen, om dat risico af te dekken, dat uh, naar ik nu uh, vermoed, uh, haalden ze uit hun eigen verzekeraar. En die verzekeraar moest als onderdeel van de uh, staatssteun uh, verkocht worden. Ja, dus, dus dat was dus dus Nationale een soort... Nederlanden. Ja. Dus de bank gebruikte eigenlijk de verzekeraar als een soort steunpilaar. Van daar zit voldoende geld om als onderpand te gebruiken. Ja, dat, dat, uh, dat, uh, die kans is eigenlijk vrij groot. Uh, met name ook omdat uh, um, SNS uh, is genationaliseerd. En uh, daar uh, is een rapport uh, openbaar gemaakt. Um, waarbij, um, ja, als je een beetje in die materie zit, je wel tussen de regels door... Uh, Opmaken wat daar is gebeurd. Dat rapport is door de minister opgemaakt, wat heel, het ministerie, wat in mijn ogen heel raar is. Omdat, waarom, waarom uh, is dat raar? Uh, omdat er is een onderzoek gedaan naar, uh, door Pwc. Uh, dat rapport heeft de Kamer even in mogen kijken. Maar ja, je, je snapt als je tien minuten in zo'n rapport mag kijken. Ja, dat, dat, dat is niet uh, openbaar, dat mogen wij niet. Dat mogen wij blijkbaar niet zien. Uh, nou, maar de minister niet. heeft een samen. Ja, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Uh, de minister heeft daar een samenvatting van gemaakt. Alleen de minister was op dat moment ook uh, de eigenaar van SNS. Dus dat is een beetje een uh, conflict of interest natuurlijk. Ja. Um, en wat heel interessant is, wij hebben dus uh, eigenlijk vanaf 2014, uh, nadat ik die melding heb gedaan, heel veel meldingen gedaan. Ik, daarom ben ik op een gegeven moment uh, het bestuur. Uh, waaronder dus mevrouw uh, van Vroonhoven en uh, de Raad van Toezicht, waaronder meneer Roosemuller, rechtstreeks gaan aanschrijven. Omdat ja. ik toch wel voelde, er is meer aan de hand. En uh, ja, dan, dan is het toch handig om bij het bestuur meteen uh, maar uh, te beginnen. Ja. Um, ze hebben de... Uh, uh, wat je ziet bij SNS is dat uh, uiteindelijk de... Um, of, of, wij hebben allemaal meldingen gedaan en wij hebben van die marktwaarde van het product. En dat, ze dus, dat die banken dus daadwerkelijk dat... Uh, dat, dat risico mee hebben gewogen bij de financiering. Dat dus uh, klanten extra zekerheden moesten verschaffen... klanten moesten extra aflossen... vanwege die extra schuld die ze achter de schermen hebben. En ja, dat wordt ontkend. Dus dat is uh, uiteindelijk uh, um, uh, iets wat wij bij SNS ook hebben gezien. Daar staat op de afschriften stond obligo gediet. En nu is er dus een rapport. Ja, uh, want jij staat mensen bij die zo'n derivaat hebben. Ja. Of tenminste die in, die in de problemen zijn geraakt. Dus jij weet dat, jij weet... Wij zien de dossiers ja, uh, ja, en zeker van de oude. De kant van de... Hè, ze hebben dus die, die in de loop der jaren ingeef dat eind 2012 gedaan als eerste, maar daarna hebben ook SNS dus blijkbaar en um, uh, Arabobank dat gedaan. ABN deed dat al meer achter de schermen, dus die ja. kon dan makkelijker uh, zeg maar wegwerken. Ja, want dan krijg je gewoon een brief van de bank van je hebt zoveel op je krediet. Dus het negatieve nou, waarde in het de derivaat, en dat is je schuld. Ja, maar dat werd dus niet gezegd. Dus die mensen die snapten niet waarom ze op een gegeven moment extra zekerheden moesten verschaffen, ja. waarom ze extra opslagen kregen. Want het debi de kredietrisico werd hoger, er kwam een liquiditeitsopslag in één keer in de crisis. Uh, die dus op dit product erbij kwam, terwijl mensen dachten dat ze een vaste rente hadden. Ja. Dus je betaalde eigenlijk al voor tien jaar uh, rentecommitment, zeg maar vier uh, procent vast. Um, en dan in één keer gaat de bank de rente met een procent verhogen en later nog een keer met een procent, dus dan zit je 6-7 procent midden in een crisis. Ja. Uh, terwijl je dus dacht dat je je renterisico had afgedekt. Ja, 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 ja. Dus wat eigenlijk heel interessant is en uh, uh, dat is ook uh, 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 waar we um, het uh, zo denk ik nog even over hebben, over de, de procedure die ik heb gevolgd ja. van Um, in mijn ogen was dat dus ook dwaling van die klant. Maar het is natuurlijk algemene dwaling. Want uh, uh, ja, ik, niemand heeft belang bij een product uh, dat je moet afsluiten om het renterisico af te dekken. Maar als de rente, daalt, daalt gaat, de rente, gaat je rente omhoog. Ja, ja. En, dan, en dan heb je dus die marktwaarde van die swap is het renterisico. Dus die, die marktwaarde van de bank, het renterisico van de bank wordt dan vervolgens op jou afgewendeld. Ja. Dus uh, dus eigenlijk uh, loop je dan een renterisico. Nu was hij wel een herstelkader? Ja, ja uiteindelijk is er uh, in 2000... Uh, uh, het, het grote boetekleed he, van de banken, had het niet moeten doen, sorry, we, we, we corrigeren het. Ja, de, nou ja, het, 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 daar, daar zit ook weer een heel verhaal achter. Want de laatste keer of, of dat we spraken was het herstelkader er net. Uh, maar daarvoor was er eigenlijk al een algemene herbeoordeling. En die algemene herbeoordeling moest de bank doen aan de hand van de wet op het financieel toezicht. Dus aan de hand van de wet. Um, alle dossiers van de niet-professionele klanten. Nou, dat bleek een enorme operatie te zijn. Uh, daar blijkt dat, dat de AFM en financiën uh, niet duidelijk waren in de gehanteerde definities. Er werd in één keer gesproken over het niet-professionele MKB. Ja, MKB is natuurlijk een term. He, ...dat je ziet dat banken daarmee aan de haal gingen. Dus uiteindelijk is dat uh, enorm uh, mislukt, dat, uh, dat project. De ING die gaf als eerste aan dat ze maar 16 klanten had met een derivaat. Ja, die heeft waarschijnlijk MKB helemaal uitgekleed tot 16 klanten. Ja, bij uh, tot... Ja, wij wisten met uh, een groepje mensen waar ik mee samenwerk... ...al dat wij meer hadden dan die 16 klanten die ING in het persbericht had gezet. Dus uh, die banken zijn het enorm gaan framen en zelf gaan verkleinen. En uh, nou, we hebben natuurlijk ook weer overgeklaagd bij de toezichthouders. Nou, en uiteindelijk heeft dat geleid... Um, eind 2015 uh, dat de minister dat heeft weggetrokken bij de bank samen met de AFM en dat het herstelkader er is. En dat zou dan een onafhankelijke commissie zijn die mm -hmm. dat zou gaan, uh, gaan doen, uh, gaan opstellen. En uh, nou ja, inmiddels hebben we dus ook een, uh, een, uh, um, een WOP-verzoek bij Financiën uh, is er gepubliceerd, waaruit blijkt dat er, uh, dat, dat herstelkader helemaal niet zo uh, onafhankelijk is, want dat, dat uh, begin februari 2016 de commissie werd pas eind februari 2016 benoemd door de minister of aangesteld. Want het is juridisch, ja, de minister heeft daar eigenlijk mm -hmm. ook helemaal geen bevoegdheid toe. Dus dat, dat aanstellen kan je ook vraagtekens bezetten. Maar in ieder geval het is eind februari gebeurd. Wel begin februari is er een interne notitie openbaar geworden. Waarin staat dat de AFM dat heeft opgesteld samen met Cardano. En dat de minister dat moet goedkeuren. Een conceptkader. Um, nou ja, dat is natuurlijk uh, uiterst vreemd als je zegt dat het een kader is wat uh, opgesteld is door een onafhankelijke commissie in samenspraak met de banken. Uh, blijkbaar heeft de AFM daar al input gegeven. En wij zijn natuurlijk super uh, benieuwd uh, wat de AFM voor input heeft gegeven. Ja. Dus wij zijn uh, vorig ja, dat, jaar. Begonnen. Dat hoor je niet, dat kreeg je niet. Nee, wij zijn vorig jaar hebben we een uh, WOP-verzoek, heb ik ze namens mijn eigen kantoor uh, gedaan, een WOP-verzoek uh, ingediend bij de AFM. Dat is afgewezen, niet verrassend denk ik. Mm -hmm. zijn we zijn bezwaar gegaan bij de AVM, is ook afgewezen. Uh, dus we zitten nu bij de rechter en nou ja, as we speak zitten we te wachten op een uitspraak. Um, ja, en daar hebben wij nog steeds heel veel vertrouwen in, omdat... Uh, de dat is wel wordt toegewezen, dat je wel kunt zien wat... Ja, omdat uh, de AVM natuurlijk niet over massaschade gaat. En uh, uh, hier in onze ogen echt buiten, hè, de, de, de WOP, de wet openbaar bestuur, die kent uh, uh, um, ja, een, een uitzondering voor de toezichthouder in haar toezichtfunctie. En de vraag is dus: valt dit onder haar toezichtfunctie? En wij vinden nee, het wel niet. niet. Ja. Nee. Die, maar niet iedereen valt dus onder dat herstelkader. Dus het is dus niet zo dat, dat, de, dat het is schoongemaakt, om het zo maar te zeggen. Nee. Dat we er vanaf zijn. Dus die derivaten die staan gewoon nog open, die kredieten die erbij horen. Ja, nou ja, wat er dus gebeurd is, is dus dat herstelkader, dat uh, is dus eigenlijk een soort damage control geworden. Uh, op een kleine groep uh, niet-professionele beleggers, terwijl een heel groot deel. Uh, van de niet-professionele beleggers is onterecht door banken geherkwalificeerd als professioneel tijdens de looptijd. Uh, ja, of op een, beetje, een andere uh, manier ja. eruit gewerkt. Dus, um, en het is ook niet een deel van de schade, want een belangrijk deel van de schade is onder andere ook die marktwaarde die dus mee heeft gespeeld in de financiële positie. Uh, die dus allemaal gevolgen he, uh, heeft gehad. En uh, die wordt ontkend. En uh, de AVM heeft in uh, maart 2015 een rapport opgesteld. Waarin ze heeft neergezet dat die, uh, die monitoring van dat onderpand, dat dat niet geldt bij -swaps. Nou, En Dat is dus niet alleen in strijd met de wet, uh, maar ook in strijd met de contracten, in strijd met de praktijk. En ja waar het ons uiteindelijk om uh, te doen is, is dat uh, moet worden erkend, als je dan ook nog vervolgens naar de rechter moet gaan, omdat je nu buiten het herstelkade valt, uh, dat, um, dat dat wel degelijk uh, juridisch geldt, dat dat ook toegepast is. En dat die mensen daar dus nadelen van hebben ondervonden. En dat hebben ze dus in de loop der jaren eruit gepoetst. Dat zijn ze voor eigen rekening gaan nemen. Hè. De banken hebben dat anders gekwalificeerd. En uh, uh, daar zit uh, naar mijn mening ook een uh, grote balansverhulling uh, uh, nou ja, achter. Ja, want jij zegt dat die, die banken zijn dus veel groter zijn eigenlijk. Ja, het, is, het Want, probleem is veel groter. En dat is ook precies waarom denk ik, de AFM hier aan meegewerkt heeft. Uh, wat hier nog doorheen speelt, uh, denk ik, even belangrijk is om uh, nog te benoemen... is dat uh, ik ben in 2012 dus die rechtszaak begonnen. En vorige keer over gesproken, in 2015 uh, hebben we gewonnen... Um, is de dwaling toegewezen, door Hof Amsterdam. Ja. En die dwaling is eigenlijk en, maar op één specifiek onderwerp toegewezen. En dat is namelijk op het onderdeel van die onderpandbewaking. Dus... Uh, en die negatieve waarde van die swap, dus wat eigenlijk de AFM ontkent, en wat de gang ontkennen, ja. dat is door de rechter toegewezen. En, uh, en de, we de... hebben dus net onlangs, uh, 4 oktober uh, uh, jongsleden, hebben we de, uh, het arrest van de Hoge Raad. Dus we hebben uiteindelijk bij de Hoge Raad nu uh, aan, uh, uh, beland. Um, de Hoge Raad uh, heeft het bevestigd. Dus uh, de klant heeft gewonnen bij de Hoge Raad. Um, dus dwaling, het had hem nooit verkocht mogen worden. Het had uh, oh. nooit en, en het is... Of tenminste, als ik het goed, want jij bent advocaat ik niet. Volgens mij is het dwaling toch dat de voorstelling van zaken dusdanig is... dat je een contract aangaat dat je anders niet had gedaan. Dus als je had begrepen ja. wat je had getekend... Maar het is onder dezelfde waarde ja. gedaan. En dat, dat is natuurlijk het ontzettende, uh, um, ja, de, 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 de pijnlijke ervan. Dat uh, dat natuurlijk niet alleen voor mijn klant geldt. Uh, maar uh, geen enkele klant had hier belang bij. Dat ja. geldt voor iedereen. Want als je namelijk het uit zou leggen aan een klant, zou ieder weldenkend mens zou dit product niet gekocht hebben. Want je nee. gaat niet een product kopen dat een extra marktwaarde krijgt en een renterisico veroorzaakt als de rente gaat dalen. Ja. Dus, uh, uh, het is eigenlijk een non-conform product, uh, he, voeren wij ook een rechtszaken aan. Van het is eigenlijk een product dat gewoon helemaal niet doet wat het zegt dat het had moeten doen. En dat maakt het ook meteen dat je ziet op het moment dat een, product, uh, een probleem met een product maar groot genoeg is. Dan, uh, ja, dan gaan de andere krachten spelen. Maar dat is een vrij vervelende uitspraak. Um, want nu kan eigenlijk iedereen met een soortgelijk product ook naar, de, ook naar de rechter stappen en zeggen: hier is dwaling. Nou ja, dwaling is zelf uh, verjaard uh, na drie jaar. Dus dat. Uh, dat uh, en, en het is ook. Uh, kijk, het, het mooie van het herstelkader is. Het is ook niet zo dat ik het herstelkader. Maar, niet, wacht uh, even, dat, is, dat, 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 dat verjaard. Ja. Dus je, je sluit een contract met iemand. op basis van dwaling. Ja, dus hij begrijpt, de klant begrijpt niet wat hij koopt. Komt daardoor in de problemen. En terwijl die nog in de problemen zit, kun je zeggen: ja, maar het aangaan van de overeenkomst is zo lang geleden. Dat, dat, dat je geen beroep meer kunt doen op dwaling. Dan zit je er gewoon in vast. Ja. Dus om, om het even gewoon zo te zeggen, je bent er gewoon in Ja. Ja, dat kan en dus. het is wel, de, wow. weet je, er zijn heel veel wel mogelijkheden om dat dus uh, te stuiten en om te zeggen dat het niet geldt, hè, dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Alleen je ja. ziet dat die rechters, um, ook bij zo'n groot probleem wat een enorme uh, uh, presidentwerking heeft, uh, dat, dat, ja. uh, dat er ook snel met ja, verjaring wordt uh, hè, geschermd. En, ja, want, als je dit met, <tus> want hoe, om hoeveel mensen zou het denk jij gaan in Nederland? Ik heb geen idee. Het is, uh, het is, uh, ik denk dat het, uh, dat het echt om een positie van, uh, van 50 of 60 miljard gaat. Uh, um, marktwaarde, mm -hmm. um, negatieve markt. Ja, terwijl het uh, nu voor deze kleine groep die onder het herstelkader valt, heel veel, veel malen kleiner is. Um, ja, dat, dat is dus nooit bekendgemaakt om hoeveel mensen het gaan. Daar vragen wij ook al heel lang om. De AFM uh, laat zich daar niet over uit. Um, Alleen je hebt uh, rapportageverplichtingen Europees uh, sinds de crisis. Dus mm -hmm. de AFM die, uh, die, uh, heeft daar inzage in. Dus de AFM moet heel goed weten met wie uh, die contracten allemaal gesloten zijn. Dus dat wordt ook allemaal stilgehouden. En uh, ja, kijk, de, de, het, het probleem van de verjaring is dat is natuurlijk precies waar die banken jarenlang op, op sturen. Mm -hmm. Verjaring wordt niet omshalve door de rechter toegepast. Dus dat betekent dat de rechter niet uit zichzelf zegt dit is verjaard. De bank moet daar een beroep op doen. Ja. En de banken doen daar dus een beroep op. Maar dus, uh, ja. als je dat doet als bankier, vind je, vind je, ja, ja, vind je dat vind ik echt is, een hoofdstrijd. Ja. Nou ja, we, daar zitten we nu ook uh, <laughs> te kijken. Dat de... is niet inhoudelijk. Je gaat dan, je gaat dan niet nee, inhoudelijk, het wordt ook niet inhoudelijk behandeld. Nee, je, je zegt dus nice. tegen die klant van ja, misschien heb je wel gelijk, daar laat ik het ja. niet over uit. Maar je bent te laat. Ja. Dat is echt een hij Nadat je wel uh, hulp hebt hulp gehad moet hebben. Dus, uh, sorry. Nadat je wel staatssteun hebt ontvangen, hè? dus ING. Ja, nou en de ja, SNS. dat zijn ook die dingen wel... die we proberen nu ook aan die rechter te laten zien uh, en te schermen ook met de bankiers eet. Uh, sinds 2010 is de bankencode, moet het klantbelang centraal worden gesteld. Ja, ja dit heeft natuurlijk niets met klantbelang centraal nee. uh, te maken. ik, dus ik zou uh, echt woedend zijn. Ja. Nou ja, het is dus zo uh, heel ja. erg moeilijk om. Uh, uh, wij, 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 wij adviseren uit, uiteraard ook voor wijzen op dit grote risico. Dus. Uh, um, ja, het is natuurlijk ook enorm frustrerend als de klant veel moet betalen om uh, naar die rechter te gaan, lang moet wachten, zijn enorm lange looptijden uh, bij, de, ja. bij de rechtspraak, en dan vervolgens een zaak niet inhoudelijk behandeld wordt. Dus dat is, uh, wij hebben ook al uh, in 2016, mocht ik in de Kamer uh, uh, komen, uh, voor de ronde tafel over de derivaten, hebben wij ook uh, gepleit uh, in de politiek voor uh, dat de banken niet zelf een beroep op verjaring mogen doen. Nee. Um, nou ja, dat, is, dat verjaringsaspect is wel in het herstelkader opgenomen, maar niet uh, in de, bij de klanten die procederen. En ja, dat is uh, nog steeds, uh, vind ik, onbegrijpelijk. Ja, ik begrijp het wel vanuit vanuit, vanuit die bank wel, ja, die... vanuit de portemonnee van de bank, maar niet als je ja. ziet waar ze dan tegelijkertijd wat sam opduigen voor uh, de bankiers eten. Ik was uh, een paar weken geleden op een seminar over integriteit. En dan staat dan uh, de voorzitter van de SNS-bank of de Volksbank tegenwoordig. En die dan staat dan te pleiten dat ze dat allemaal zo goed geregeld hebben tegenwoordig. En ik denk ja, daar wel een beetje moedeloos ja, je, van. Ja. Die, 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 die schuldpositie, die zit dus in de banken, die had gemeld moeten worden. Dus je moet aan de rechterkant van de balans van de bank, moet je een, moet je een post zien staan van er is, een, er is een onderpand verstrekt omdat er derivaten zijn met een negatieve waarde. Maar dat ja. vind je niet terug in de jaarrekening. Nee, nou uh, het, 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 het feit wil dat dus die uh, die klant kreeg tot en met 2012 bij ING uh, bankafschriften. Waar, of tenminste, kon in het systeem En Ik had toen ik die procedure begon natuurlijk wat klanten gevraagd van... kunnen jullie eens uit dat systeem draaien? Ja. Want die klant die snapte daar natuurlijk helemaal niks van. Het ging over uh, allemaal Engelse woorden, market to market value en dat soort dingen. Dus die klant die had daar überhaupt nog nooit... Uh, ja, dat is een ondernemer of zo? Ja, ja, een ondernemer. Misschien iemand die heeft, uh, een, uh, heeft een, bedrijf, een bedrijventerrein, weet ik veel. Ja, een grote een uh, nou, uh, retailketen. Retailketen, uh, ja. Die, uh, en die moet, moet zich ineens hiermee bezighouden. Ja, ja nou, dat... dat uh, He, dit kregen ze ook allemaal op het laatste moment opgedrongen, dus het is dus ook niet dat die mensen dat, die vertrouwden de bank, dus daar zit heel veel vertrouwen ook achter. Uh, maar die, had dus, uh, die hebben dus die um, bankafschriften aan mij verstrekt en op die bankafschriften staat um, opgeboekt het krediet, de, de kredietafspraak um, die ze dan maakten. Alleen dat noemde de bank allowance, omdat natuurlijk als ze zeiden dit is een kredietovereenkomst extra, dan wordt die ondernemer natuurlijk wel wakker. Mm -hmm. Uh, het was ook kosteloos, dus daar kon ze dus ook mee schermen. Het is alleen maar voor de AFM, voor de, de margin bewaking, de onderpandbewaking. Mm -hmm. Dus ze zeiden, nee, dat moet je voor de AFM even tekenen. En dat werd op het laatste moment uh, ondertekend. En het was gratis, dus die, die ondernemer die zag daar natuurlijk verder geen, uh, geen gevaar in. Die tekent dat maar en die denkt, Die tekent dat, nou, dan kreeg hij bijvoorbeeld, uh, uh, deze klant had eerst 7 miljoen extra. Uh, dat stond, een, die allowance was 7 miljoen. Uh, maar wat je dan zag in de, in de op het bankafschrift is het niet 7 miljoen krediet, maar 7 miljoen margin. Dus het werd opgeboekt ja. op een onderpandrekening. Um, en dat is dus verpand aan de bank. Dus daar kan je niet aankomen. De, die klant had ook verder niet uh, 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 door wat dat was. Um, en dat, dat onderpand diende dus ter afdekking van die uh, dat een, marktwaarde. Ja, de negatieve marktwaarde van ja. dat derivaat. Ja. Um, en die 700 miljoen, die werd dus op een gegeven moment toen de rente daalde 1,3 miljoen. Maar dat betekent dus dat die klant uh, voor 5 uh, ton, uh, uh, of 1,3, wat zeg ik, 7. 6 ton, sorry, ik blijf van je richt staan. Zes <laughs> uh, ton uh, uh, extra uh, zekerheden verschaffen. Dus je krediet exposure het groter, Dus de, de, de opslag ging omhoog. Je um, gaat meer rente betalen? Precies. En um, ja, wat je ziet, is dat bij ING uiteindelijk bijvoorbeeld in 2009 algemene liquiditeitsopslag heeft is ingevoerd en uh, in mijn ogen heeft dat dus met deze hele post te maken omdat uh, de bank dus te weinig um, aan de ene kant leende ze dus zelf dat uit aan de klantzijde maar die derivaten zitten aan de andere kant ook um, uh, met hun eigen conglomeraat hebben ze dat afgedekt maar op het moment dat je dat allemaal moet gaan lossnijden moet je daar ook collateral gaan verstrekken aan de andere kant van de van hm. de tegenovergestelde kant van de van de derivaten zeg maar dus dat zit een heel systeem onder Um, wat ze eigenlijk allemaal op één hoop hebben gegooid uh, voor de crisis. En wat een heerlijk businessmodel was. Want dan kon je met zo min mogelijk kapitaal. zoveel mogelijk geld uitlenen. en dan provisies opstrijken met uh, off-balance producten. Um, alleen ze hebben dus kapitaal gebruikt. wat ze ook hebben gebruikt in de solvabiliteit van die onderdelen. Dus er zat een double leverage. Dat is twee in. keer, ja, dat mag niet. En dat mag niet. En dat is dus, uh, maar wie, 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 kun je dat hard maken? Ja, dat kan ik hard maken. omdat het een onderdeel is van de voorwaarden van het afschaffen van de staatssteun. dat die uh, double leverage uh, afgeschaft werd. Wordt alleen niet uitgelegd wat die double leverage is dan. Uh, en bij SNS in het rapport van uh, Financiën, uh, daar staat wel in dat het dus een double leverage was. Uh, dat, er, um, uh, dat de Nederlandse bank niet goed toezicht heeft gehouden. Uh, dat dat dus niet had gemogen. Dat het ook mee is genomen in de solvabiliteit van de verzekeraar, van de levensverzekeraar mm -hmm. En. Um, ja, de, 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 dat obligokrediet waar ik het toen straks over had, dus dit, dit, dat krediet wat dus uh, um, ook bij SNS er was, want daar heb ik ook bankafschriften van, dat zie je dus ook nergens meer in dat onderzoek terug. Sterker nog, ik heb ook laatst het deskundige rapport uh, bekeken, want er loopt natuurlijk een, uh, een deskundige onderzoek in de ondernemingskamer, omdat er een zaak uh, loopt over de nationalisatie van SNS, de wijze waarop. Daar heb ik het ook niet in teruggezien. Ja, want, want, want jij zei net, tot 2012 kregen mensen dat een, een afschrift. Ja. En, dan wist, en zo weet jij dus dat. Dat dat er was. Ja, maar en dat het is het systeem hebben ze gesloten. Dat systeem is helemaal weg. Dat mm -hmm. um, wordt ontkend dus ook nu. En wat ze zeggen, het was geen krediet. Maar het is een krediettoezegging, dus een garantie. Um, want op het moment dat jij uh, de swap tussentijds beëindigt. dan krijg je van ons pas krediet. Nou, die swaps die hadden een, uh, geen beëindigingsclausule. Die konden alleen maar beëindigd worden in, het uh, als het ja. verzuim was. Dus als de klant niet betaalt, default. Um, dus het is een beetje ongeloofwaardig dat een, klant, dat een bank dan krediet zou gaan verstrekken als je in uh, default bent. Bovendien kende die uh, kredietovereenkomst of die allowance faciliteit, die een automatische beëindiging bij verzuim. Dus de bank had dat natuurlijk bedacht. Van we moeten niet hebben dat ze straks nog een beroep op dat we krediet kunnen doen. Nee, nee. op het moment dat jij een verzuim. Als je krediet komt, wel op, ja, precies. Dan kom je direct is automatisch dat krediet beëindigd. Dus wat zij zeggen, dat je dat pas krijgt als de het krediet wordt. Uh, uh, of als, als, als de, um, Swap, tussentijds wordt beëindigd dat je dan pas dat krediet krijgt. Dat, dat kon contractueel niet. Maar ze zijn de contracten gaan aanpassen. Dus Ze hebben die automatische beëindiging eruit gehaald. Ze hebben uh, 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 de contracten zo aangepast dat uh, daar geen uh, doorlopende uh, onderpandbewaking uh, uh, is. Um, en zo zie je dat ze, ze hebben, uh, gewone break-loss toege, uh, dus toegevoegd, dus beëindigingsclausules toegevoegd in de renteswap, uh, renteswap overeenkomsten zelf. Dus de klant, uh, ze konden nu in één keer zeggen van. als ze tussentijds wilden aflossen of verkopen of whatever. Uh, dan, dan heb je natuurlijk geen verzuim. Ik bedoel, je, lost gewoon, je verkoopt gewoon uh, je, je pand. En vaak mocht je dan ook nog boetevrij aflossen bij uh, variabel rentende lening. Dus uh, die boeteclausules zat er niet in. Die zijn ze dus erin gaan uh, voegen. Omdat die boeterente, uh, die eigenlijk in overeengekomen was. alleen maar geld in verzuim. Ja. Dus. Alles is eigenlijk gerepareerd. En door het repareren bevestig je ook. Dat het probleem er was. Dat het probleem er was. Maar was, het, het is er nog steeds, want die derivaten en die contracten die lopen gewoon nog door. Ja, en ik denk dat ik daarom wel de zaak ook bij de hooggraad gewonnen heb. Hè. Dus de, de, uh, ik heb in 2013 die, die uh, al in eerste aanleg pleidooi gehouden. Uh, en daar heb ik ook die bankafschriften over gelegd. Um, het gaat bij het Waling om afsluiten, dus niet wat er tijdens de rit gebeurt. Er zaten ook in het dossier twee verschillende ja. allowance faciliteiten. dat dus die, 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 de, de Hoge Raad heeft kunnen zien dat er dingen gewijzigd zijn. Daar heb ik ook op. He, ik heb ook gezegd van, goh, maar als dit gewijzigd is en ING ontkent dit, heeft ze dan een ander belang? Uh, heeft ze het niet op de balans staan? Nou, dat was uh, september 2013. Ik wist toen niet dat ze net het uh, vanaf hebben gehaald, dus die zullen niet zo blij geweest zijn met nee. die opmerkingen. En uh, ja, dat, dat nu met de wetenschap van nu. Uh, uh, ja, ze, ze, ze hebben jarenlang, uh, het, het, ook de cassatieadvocaten en de advocaten die de bank bijstaan, uh, ze zitten gewoon te liegen. Ja. Is dus het is, uh, want, want, van de contracten zie je dat het gewijzigd ja. is. En de contracten zaten ook in hetzelfde dossier, dus ze konden niet zeggen dat ze het niet wisten. Ja, en jij hebt, um, um, het is ingewikkelde materie dit, um, maar dat is, uh, daar worden we, worden we hard van. Je um, heeft op een gegeven moment zijn jaarrekening aangepast. En jij zegt dat het hiermee te maken heeft. Ja. Dus ineens was er een, een mutatie van wat uh, was het, 150 of 180 miljard? 186 miljard. 186 miljard. Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk uh, altijd op zoek naar het grotere belang. Want uh, als je vijf jaar bij een toezichthouder aanklopt die die mensen moet beschermen die jij bijstaat. Um, en maar dat, dat, dat lijkt me vrij helder. Mag ik een balletje opgooien wat het belang is? Ja, dat de bank niet omvalt. Ja, want als, je die, want als die derivaten negatieve waarden, als dat een balanspost is en er gebeurt iets heel naars, we krijgen bijvoorbeeld een nieuwe crisis. En mensen gaan massaal wanbetalen. Dan kan zo'n bank eraan kapot gaan. Nou ja, sterker nog, het, de bank uh, ING bijvoorbeeld, die moest voor de staatssteun de helft van de balans uh, eraf halen. Dus uh, kapitaal moest weg. En dan ja. heb je niks aan zo'n plukkapitaal. Uh, en dan moet je ook nog eens een keer je, je verzekeraar lossnijden. Dus de funding, uh, hey, of in ieder geval je interne saldo-compensatiemodel, valt weg. Ja. Uh, dus, dus ik snap het wel. Alleen, uh, ja, er, is, er is double leverage. Er is uh, kapitaal gebruikt dat niet gebruikt had mogen worden. Ja. Dus eigenlijk want, is er want, te veel ja. geld uitgeleend. Uh, en te veel risico genomen. En wat je dan uiteindelijk ziet, is dat er uh, liquiditeitsopslagen komen, mensen het mes op de keel krijgen, heel veel mensen over het randje worden geduwd. Een groot maatschappelijk probleem ontstaat. Hè? En, ja. uh, uh, het, de zakelijke, uh, niet alleen de zakelijke kredietverlening, ik sta ook zorginstellingen bij, die, die tientallen miljoenen schade hebben hierdoor. Uh, dat dus gaat gewoon direct ten kosten van de handen aan de bed. Ik heb een onderzoek gedaan bij de UVA. Uh, dat rapport is openbaar, dus dat kan ik ook gewoon, uh, kan ik gewoon over praten. Uh, uh, ja, daar zie je ook dat die derivaten een. een uh, uh uh, he, dat, dat, dat die derivaten niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dus dat, er eigenlijk, uh, een, een, dat die derivaten al zijn gelopen voordat de bouw begonnen is. En dat er gewoon rente wordt betaald terwijl je dus niet aan het bouwen bent. En dat dat dan allemaal uh, met, met kostprijs hedge accounting, zoals dat tegenwoordig hm. zo mooi heet. En dat is overigens alleen in Nederland. Hè. Dus dat is ook uh, heel interessant om uit te zoeken hoe dat in de uh, Nederlandse regels uh, terechtgekomen is. Uh, dat is namelijk een, een, een soort schijn-economische uh, uh, werkelijkheid te creëren, dat, dat, dat die waarde er niet zou zijn. Maar die, maar die is er waarde dus wel. Er wel is, is. Ja. Want dat is, dat is hier gewoon de kern. Die waarde ja. is er wel. Er zit een. De, de, een ja, jij, jij gooit het, dat cashpooling. Dat gooi je daar ook onder, dat, onder die noemer. Ja. Dus jij zegt: banken doen dat. Ja, want je moet ergens liquiditeit vandaan halen. Zo dat ook in het rapport van uh, de financiën. Vandaar dat dat op een gegeven moment uh, does ring a bell van uh, saldo compensatie. Dat is cash ja. Dus als je dat dan zo'n rapport leest van SNS en je denkt... Hmm, ik heb ondertussen uh, uh, ook uh, uh, hey, wat uh, uh, de, de, de balanscorrectie bij ING uh, uh, ontdekt. Dan is 1 en 1 2. En uh, bij ING was het uh, zo, we waren op zoek naar het grotere belang en um, ik um, zit daar samen met een Amerikaan op uh, en uh, uiteindelijk hebben ze in Amerika uh, in 2017, dus ze gingen over de jaarrekening van 2016, een filing uh, die moeten ze dus zeg maar filen, uh, dus uh, hoe noem je dat, de ja, indienen, deponeren, ja, deponeren, indienen, ja. uh, elektronisch. Uh, bij De SEC en dat is de Amerikaanse toezichthouder die heeft gekregen bij ons. dus genoteerd. Oh. Ja. Dus daarom uh, moeten ze daar de beleggers ook informeren. Ze halen ook geld op in de Amerikaanse markt. Um, en ze hebben die filing gedaan bij de SEC en dat is openbaar, dus dat kan je zien. En ze hebben een week later opnieuw een filing gedaan. Dus dat is eigenlijk iets wat dan triggert. Dus je denkt, hmm, gebeurt daar? Ja, ja toch al? Uh, ja. Ja, dus dat um, zijn we toen dieper ingedoken. Uh, en uh, de Amerikaan heeft toen ook die post uh, gevonden. Die kwam daarmee. Uh, Welke toen. post? Uh, er, er blijkt dus in de jaarrekening van 2016 dat ING um, corrigeert over het jaar 2014 en 2015. Wat natuurlijk raar is met terugwerkende kracht, want mm -hmm. uh, uh, dat is een beetje mosterd naar de maaltijd. Bovendien heeft ze daar ook helemaal geen persbericht over uitgebracht, of in nadere toelichting. Het is eigenlijk allemaal een beetje wegmondd ja, in gestuurd, die uh, balans. Het zit een beetje verstopt. Het, het ja. zit verstopt, je leest het. Als je het leest, dan denk je, nou, er is een, 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 een nieuwe, een nieuwe accountingregel. Uh, um, uh, en, er wordt, en er wordt even 186 miljard teruggeplust op de balans ja. in 2014. Dat is nogal een verschilletje. Ja. Het was een derde ongeveer in die tijd. Dus uh, 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 ja, dat is aanzienlijk. En in 2015 163 miljard. Dus ja, wij zijn daarin gaan doken. En uh, dan, dan, kom je, uh, ja, dan trek je eigenlijk gewoon een beerput open. Uh, maar, jij, maar jij zegt dat heeft specifiek betrekking op die derivaten. Ja. In mijn, uh, jouw... uh, mijn, ja, in mijn ogen is het een, een uh, uh, wat eigenlijk men gedaan heeft, is men had een intern, uh, interne uh, saldo compensatie. Hè. Men gebruikte dus die, die pluk geld van de, de groep, uh, van de, eh, je moet voorstellen, een verzekeraar, levensverzekeraar die heeft gewoon op een zak geld. Ja. Die houden ze aan bij de bank. Nou, dat is de huisbank, want het is een conglomeraat. Ja, precies. Zo, ja, zo, zo en dus en dat is met effecten net zo, dus dat kan je heel makkelijk herverpanden. Dat, uh, dat kan je gebruiken in je waardemodel. Dus dat is uh, gebruikt. Uh, dat is die double leverage die bij SNS beschreven is. Dus dat, um, ja, dat is allemaal niet zo heel geheimzinnig. Um, alleen, ING had natuurlijk een heel groot probleem. Die wilde in 2014 de staatssteun uh, ja. aflossen, want ze moesten toen de Europese Bankenunie in. Uh, ING moest de ...verzekeraar uh, scheiden. Daar waren ze heel boos over. Nou, ik begrijp nu al waarom. Ja, ik begrijp nu al waarom. Die hebben <laughs> ja, ze nodig. Om... Ja, dat was, uh, dat was nou precies wat ze eigenlijk niet wilden. Dat is sowieso natuurlijk een zeer lucratief model gebleken. Uh, wat ook interessant is, is dat de Nederlandse bank hier al voor waarschuwde... ...voor dit cashpoolen uh, in 2013. Want um, de kapitaalricht, uh, de CRD4... Um, had 2014 in werking. En die heeft betrekking op solvabiliteit. De... Uh, ja, dan moest of balance kapitaal uh, aangehouden gaan worden voor uh, posities. Um, dus... Um, de, en er was ook een hele discussie over bepaalde kredietlijnen of balance garanties, zijn we weer. Uh, wat de weging daarvan was, of dat nou 0% of 10% moest zijn. En de banken wilden natuurlijk 0%. Het ja, betrekt tot hoeveel kapitaal je daarvoor moet aanhouden, hoeveel Precies. eigen vermogen. Uh, en, en dat krediet dat ging dus zeg maar van 100% kapitaal op de balans naar. Balance. Ja. En de vraag was hoe gaan we dat waarderen? Maar kijk, als je zegt dat, je zegt dat laten we even afronden naar 200 miljard, dat er zo'n post is die er eigenlijk wel moet zijn en waar ook kapitaal voor aangehouden moet worden, maar dat wordt niet gedaan, dan zeg je eigenlijk dat ING insolvabel is. Nou, het is, kijk, wat ze zullen hebben gedacht is dat uh, het marktwaarde risico was natuurlijk al op die klant afgewenteld, alleen het werd gebruikt, dat kapitaal, als onderpand. Ja. Um, maar daartegenover stonden hypotheekrechten. Dus de bank zal gedacht hebben van het is eigenlijk het liquide maken van. Uh, ja, dat doen ze, daar zijn ze ja. Het liquide maken van. Uh, uh, of of het, liquide, het liquide maken van die hypotheekrechten, van, dat, uh, van die zekerheden. Alleen die klant wist niet dat die marktwaarde er was. En die had ook geen belang erbij. Dus het is een beetje kip-en-het-ei verhaal. Um, dus die hypotheekrechten die waren er. En dat, en dat zie je dus ook nu in die balans van ING. Hè? Want er was nog een probleem. Alleen maar problemen. Mm -hmm. um, 2000, ja, luk, maar, uh... ja, 2014, accountingstandaard uh, IFRS 7 werd uh, 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 aangescherpt. Dat was toch over het uh, uh, disclosure moest, uh, van, uh, van financiële producten? Tot? Van off-balance financiële instrumenten. En dus die verrekening daarvan. En met name dus ook het collateral. Nou, dat collateral, dat was dus een probleempje. Want dat collateral, dat was dus geleend, zelf uitgeleend. En dat, dat is natuurlijk, dat, daar zit eigenlijk voor mij de kernvraag. Hè? Want dan gaan we even helemaal terug naar het begin. Dit, dit systeem is natuurlijk uitgebedacht als uiterst lucratief. Het heeft ook te maken met, uh, met Amerika. De, de, uh, de Glass-Steagall Act, die zeg maar. Uh, um, uh, werd uh, afgedraaid, ja. Um, dat zie je in Nederland ook. Dat Hadden we nooit meer te doen, hè? Nou de dus ja, Glass-Steagall, dat is een. Voor de mensen die dat misschien niet ja. kennen, maar dat is. ...de jaren 30 ingevoerd omdat ze de heftigheid van de crisis zagen. Ja. En toen hebben ze de, het bankwezen gereguleerd. Ze zeggen, nou, bepaalde dingen moet je niet doen. Je, je mag niet de eruit. effecten... Hè? Dat is eigenlijk een beetje de discussie die nu ook bestaat... ...van moeten we de, die, die nutsfunctie, die retailkant... ...niet er gewoon ja. uitknippen. En toen, ja. heb je, ja, toen heb je tot 1980... ...had je eigenlijk nooit meer een klassieke bubbel. Dus je had wel recessies, omdat er bijvoorbeeld iets is met olie... ...of oorlog, bedenk het maar. Maar je had nooit meer zo'n klassieke bubbel, zo'n kredietgedreven gedreven bubbel. Toen is dat in 1980... ...zijn ze begonnen met dat... Uh, terug te draaien, kreeg je meteen de crisis van 1987. Ja. En toen zeiden we, nou, dat is zo'n succes geweest om die Glass-Steagall Act te beschadigen. Toen heeft Bill Clinton in 1995 helemaal weggehaald. En toen kreeg je de aandelenbubbel, de, de huizencrisis, ja. uh, bitcoin gek. -gek. Nou ja, en maar, dus al die, al die gekke crises, die komen weer terug, waar Glass ja. en Steagall gewoon voor hebben gewaarschuwd. Nou ja, en wat er dus in Nederland gebeurde, en dat was grappig, want ik werkte toen namelijk bij de beurs, is dat de beursplicht werd afgeschaft. En ik was, wij waren daar natuurlijk op tegen, want was beurs, uh, de beursplicht in Nederland had je tot de eeuwwisseling. Dat betekende dat als je voor klanten wilde handelen, mocht dat alleen via de beurs. Waarom? Uh, uh, dat was transparant. krijg je ja. een transparant Ja, ah, En toen kwam de OTC-markt. Uh... Precies, die werd dus afgeschaft. Uh, uh, kijk, ik zat bij de beurs, dus die had natuurlijk wel die pleit voor eigen parochie. Dus dat bedoelde dat had natuurlijk ook belang. Niet, ja. Maar uh, de OTC-handel werd toen toegestaan. En wat er dan gebeurt in 1999, komt de nadere regeling voor het eerst. De wet toezicht effectenverkeer werd uitgewerkt. De nadere regeling zijn de toezichtregels van de AFM. Dit was toen de STE nog. En wat staat er in die nadere regeling? Die margebewaking die is er dus. Dat vinden ze goed, dat je dus dat risico moet moet bewaken van die financiële instrumenten. Nou, dat lijkt me heel gezond. En dan staat er in van, dat kan in geld of in hoog liquide effecten. Waarom? Je wil dat dat snel uh, je hebt een tegenpartijrisico. Dus je moet dat snel kunnen verzilveren. Zeg ja, maar. Moeten wij kunnen, moet uh, in de vastzitten. praktijk gebeurt dat uh, in, de, in de professionele praktijk begin, gebeurt dat door cash gewoon te verstrekken. Dus jij moet zelf cash verstrekken als zekerheid. Dus je weet ook dat het risico er is. Hè. Dat is ook een signaalfunctie voor de tegenpartij. Dat je weet hoe groot jouw risico is. Dat wist de klant dus niet, want omdat hij dus niet wist dat hij een, een, ja, een krediet had achter de schermen, wist hij dus ook niet dat die exposure er was. Nou, Wat staat er dus in die regels van 99, die, uh, je mag alleen maar effecten, uh, hoogliquide effecten op geld aanhouden of in de vorm van een krediet. En dat heb ik nooit begrepen, omdat ik dacht dat is toch heel raar als je als bank collateral moet vragen. Dus dan zekerheid dan je iemand meer schuld of? Nou, nee, je moet zekerheid vragen aan de klant. Ja. Dus dan krijg je als bank dat, die zekerheid. Dus dat, dat geeft jou bescherming. Dus hoezo kan jij dan ja. hoe kan jij onderband dan zelf uitlenen? Dat, dat is een soort innerlijk tegenstrijdig aan Onderpand. Hè? Ja. Als, ik jou vraag, als ik vraag aan jouw onderpand, dan kan ik niet zeggen ik kan jou zelf het onderpand lenen. Dat onderpand is ook om die bank te beschermen. Ja. Dat, dat kredietrisico, nou, dat liquiditeitsrisico waar we hier al steeds voor op uitkomen. Dus wat ik vermoed is dat uh, dit is helemaal in 2000 werd ook, um, lag er ook het uh, pensioenstelsel, uh, nieuwe pensioenstelsel bij de SER. Er um, werd uh, voorgesteld om over te stappen op een variabele geldmarktrenten. Um, dat kon namelijk mooi gehedst worden met derivaten. Aan de andere kant. Verzekeraars hadden ook gingen ook variabele rekenenten. Dus het is een heel uitgedacht model. En ik heb daar in 2014 al over gesproken in Zwarte Zwanen, van Kees Grimbergen. Over Cardano. Dat is dus weer de partij die zeg maar, betrokken is bij het oplossen van het probleem. Mm -hmm. de, 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 de onafhankelijke deskundigen. Um, ja, die zit aan die andere kant. Uh, dat is iemand die. Uh, he, Theo Kokke is een uh, man die in 2000 voor zichzelf begonnen is met Cardano. Uh, terwijl hij uh, deze producten bij ING en Rabobank geïntroduceerd heeft. Hè? En, en ja. in ieder geval erbij was, risk manager, een enorm slimme man. En, uh, die is een van de grondleggers van dat systeem. Alleen Hij dat heeft systeem. Het is een monster gebaard. Het is precies. Het is ge, ge, de, de, de aannames die erin gedaan zijn, zeker aan de klantzijde en aan de verkoopzijde met deze ingewikkelde instrumenten en ook de uitwerking ervan. dat liepen er jarenlang. Als je de, de, de documenten van de Nederlandse bank leest, dan liep je ze in 2006 enorm achter met het invoeren van conformaties. Dus met bevestigingen van die productie, wij kopen zo'n ding of eh, OTC, ja. we sluiten hem, je tekent het contract, dat moet ingevoerd worden. En dat ligt nog maanden op het bureau van uh, degene die dat uh, moet verwerken. Ja, dus als, ja. Dit, kijk, als ik dit probeer samen te vatten, dus wij hebben een periode gehad, um, eigenlijk na 1996, hè, toen is in Nederland de. ...is het bankwezen veel creatiever geworden. Dan zie je allemaal dingen gebeuren, securitisering, veel meer kredietverlening, hogere hypotheken. Bedenk het maar. Er zijn veel te veel kredieten verstrekt. Op een gegeven moment komen we met die derivaten. Die derivaten die dekken af tegen een rentestijging, maar de rente gaat juist omlaag. En er zit nu dus, dat hangt ergens, er zit een enorme negatieve waarde. En het kan om tientallen honderden miljarden euro's gaan. Die eigenlijk op de balans van de bank hadden gemoeten... Maar er niet op staan? Nou ja, in ieder geval waar zekerheden voor geschaft hadden moeten worden. Uh, die de bank zelf heeft uitgeleend. en het uh, niet meer uit kon lenen. maar ook niet van de klant krijgt. Dus daar zitten nu wel hypotheekrechten tegenover nog steeds. Ze blijven nog steeds heel vaag. of dat nou nog steeds nu meetelt voor de klant in die exposure. Hè? Want er wordt een, de hele discussie of het krediet is. of een krediettoezegging is voor de bank heel interessant. Voor de klant is het minder interessant. Want als jij ja. een kredietlimiet uh, uh, hebt van 3000 euro. dan sta je. En je mag 3000 euro rood staan, dat telt dat al mee voor jouw debiteurenrisico. Dus uh, waar het voor die klant om gaat, is dat die marktwaarde negatief is. En dat die dus effect heeft tijdens de hele looptijd. Wat je dus bij een gewone lening niet hebt. Ja. En dat wordt vertroebeld door die discussie over of het dan een krediet of een krediettoezegging was. Helder. Die, uh, waarom is dit erg? Als iemand dit nou kijkt en die zegt: van nou, die bank die heeft gewoon een paar honderd miljard. Uh, ja, dat hebben ze dan samen gedaan. Het zal om zulke bedragen gaan. Dat hebben ze nou een beetje uit de boeken weggepoetst. Waarom is dat erg? Nou ja, Dan zien we het gewoon niet. Nee, het is nu ook verplaatst hè. Als je in ING kijkt uh, zie je dat dat uh, uh, in mijn ogen naar Bankmen verplaatst is. Dus we hebben eigenlijk het probleem wat bij Nationale Nederlanden zat. Ja, dat, dat is, bekend, van, is een bank. Uh, cash Management en dingen en... Ja. En die hebben ook de statuten gewijzigd in 2013, zodat ze ook intragroep konden lenen en ook liquiditeitsmanagement kunnen doen. Dus, en wat je ziet is dat vanaf 2011 uh, tot 2015, want dan gaan ze consolideren met ING, want dan wordt er een 403-verklaring afgegeven. Even Zie die 403-verklaring voor de mensen, dat is als, als een bedrijf wordt meegeconsolideerd in een ander, dan hoeft hij zelf geen ja jaarrekening meer te uh, doen. Nou ja, nog maken. belangrijker: de, of de, te deponeren, we de, de, zien het niet. Precies, en de, maar nog belangrijker, dan gaat dus de ING. Uh, zich uh, aansprakelijk stellen. Dus die gaat uh, zich verbinden aan de verplichtingen van die bank. Dus je gaat ook nog eens een keer hoofdelijk of, uh, ja, je aansprakelijk stellen voor, uh, uh, voor, die, voor dat onderdeel. Ja. Wat natuurlijk heel erg dubieus is. Op het moment dat je cashpoelen is, uh, eigenlijk al in de praktijk neemt het af. Je ziet dat in de, in de gewone kredietdossiers afnemen. Want vanaf 2014 met CRD4 moet er extra kapitaal worden aangehouden. ING heeft in 2012 uh, in Amerika 650.000 dollar boete gekregen van de OVAC voor witwassen. Dus die, die ja en, en notional cash is verboden in Amerika. Dus die lagen onder het vergrootglas van alle toezichthouders. We kennen inmiddels ook het rapport Houston. Eh, de, de boete die in Nederland is, uh, of in ieder geval de schikking die is getroffen. Dus uh, het is heel ongeloofwaardig dat een bank dan in één keer 130 miljard meer zou gaan cashpoolen. Dus ja, eigenlijk dus wat minder. je precies. Dus Want je kunt dat gebruiken ook om wit te wassen. En dan heb je hier een. precies. Hier een Precies. plusje, daar een minnetje, dan kun je een beetje rommelen. En de Nederlandse Bank heeft ervoor gewaarschuwd in 2013 dat dat ook niet uh, allemaal meer zomaar uh, gepoeld kan worden. Um, en dat was een vleknoot, een, een, een waarschuwing. En uh, het grappige is, die stond op de website. En ik was daar natuurlijk wel heel erg benieuwd naar, want ik las daarover een artikel. En ik uh, heb die bij de Nederlandse Bank opgevraagd en die krijg ik niet meer. En daar werd gezegd, nee, het stond, stond ook niet meer op de website. Maar dat kunnen we terughalen. Nee, dat werd ook heel dus, moeilijk. Maar zijn ik heb internetarchief. het internetarchief. Nou ja, ik heb uh, heel veel gezocht, maar ja, uiteindelijk heb ik het uh, via mijn netwerk gekregen, dus uiteindelijk heb ik het wel gekregen. Um, maar het is natuurlijk uiterst dubieus dat de Nederlandse banken, die gewoon, uh, dit zijn toch interpretaties en regelgeving die je eigenlijk altijd gewoon krijgt uh, en ook moet krijgen, dat moet gewoon publiek zijn, dat ze daar, dan, dan weet je dus dat er iets niet klopt. Ja. Nou ja, en dat is dus um, het feit dat je dus die, die off balance positie heel erg ziet toenemen bij Bank Mendes gans. tegelijkertijd met die 403-verklaring. Uh, tegelijkertijd met die statutenwijziging uh, en het lossnijden van het. Dus dat bankminderschans, uh, uh, dat, wordt, dat wordt gebruikt om het probleem te dumpen, zullen we maar zeggen. Dus nou iemand, ja, het iemand moet. Uh, en, uh, ja. daar zullen ongetwijfeld dan uh, uiteindelijk ook. Dat uh, uh, kapitaal werd natuurlijk eerst door de verzekeraar verstrekt. Het wordt dan uiteindelijk een garantie in plaats van kapitaal. Maar die garantie moet wel gegeven worden. Dus daar moeten partijen achter zitten. Nou ja, ik vermoed, uh, uh, als je in ING kijkt in de balans, zie je ook uh, in 2015 in één keer 21 miljard op de balans komen aan central banks. Gaat het jaar daarna hou ik het meteen weer af? Waarschijnlijk willen ze dat ook allemaal niet zo zichtbaar hebben. Ga je in de Nederlandse bank kijken, in hun jaarrekening zie je ook in één keer 21 miljard verschuiven. En dan ga je daar wat verder in verdiepen, dan zie je, kom je op het QE uit. Ja, want al die, al die banken hebben dat, hè? Sinds, ja. sinds QE er is. Dat, ik heb het hier ook al vaker over gehad. Dat de, de centrale bank, de Europese Centrale Bank zegt: Nou, dat mechanisme werkt als volgt. Wij zetten de print eraan en dan komt er gewoon geld uit. Hè? Dat kun je feitelijk als centrale bankier werkt niet precies zo, maar ja. even gekscherend. Ze brengen een pallet met geld, brengen ze naar de Nederlandse bank en de Nederlandse bank koopt oude producten, dus oude beleggingsproducten, obligaties, bedenk het maar, van die banken. Die banken krijgen dan vers geld. Staatsobligaties. Die Staatsobligaties Die, die dus de staat ook gewoon kan uitgeven aan die... Dus, want de staat is hier natuurlijk bij betrokken. Ja. Dus... dus het is een soort uh, print uh, ook vanuit de staat. Uh, ja, hartstikke hè, de... fijn. Dan zeggen we dat is... De, je mag niet monetair financieren. Je mag dat pellet met geld niet meteen naar de overheid gooien. Maar ja, dan gaat het via een tussenstapje bij de ja. bank. Dus die overheid is er nog steeds heel blij mee. Maar, zegt de Europese Centrale Bank in persberichten op de website enzovoort. Die zegt ja, het mechanisme werkt zo dat die lokale bank, bijvoorbeeld ABN AMRO, ING... Die hebben dan meer geld. En dat geld kunnen ze uitlenen aan de reële economie. Precies. Dan krijgen die ondernemertjes die krijgen weer een extra kredietje. Kunnen ze een busje erbij kopen of een pand, weet ik wat. Dat zal tot meer banen leiden. En op die manier helpen wij via die printer de, de economie. Maar nou. wij kunnen die, als je de statistieken van alle banken bekijkt... er wordt niet meer uitgeleend aan het bedrijfsleven. Er wordt minder uitgeleend. Precies. Dus wij steven af op minder productie en een kleinere economie. Dat is heel vervelend, maar die, dat daalt. Dat bedrag wat, wat wordt uitgeleend aan de reële economie. Ja. Dus die banken die hebben ineens een gigantische berg met geld. En jij zegt, die kunnen ze dan mooi gebruiken om dit af te dekken. Nou, ik zeg dat wordt dus ook gebruikt om die uh, uh, off-balance positie, die, dat, liquiditeit, die, dat liquiditeitsprobleem wat er is op te lossen. De banken roepen ook dat er een dat die rente er is, die liquiditeitsopslag voor de klant, dat hij extra betaalt, omdat het duurder is om geld aan te trekken. Nou, dat is niet waar, want het geld dat is komt gratis. Het komt gratis uit de 20. Uh, ja. Homme heeft verklaard, de, de CEO of de ex-CEO van ING in de parlementaire enquêtecommissie of voor de parlementaire enquêtecommissie, dat ING helemaal geen liquiditeitsprobleem had, dat ze mee hebben gedaan aan het programma om. Op verzoek van de staat, omdat anders uh, het wantrouwen tussen banken uh, zichtbaar zou worden. Um, dus het, het gaat niet zozeer om dat het aantrekken van geld duurder geworden is. Het gaat om dat, het, dat er een, een, een balansfout uh, uh, is gemaakt. Een mismanagement van bankieren. En dat er een gat is ontstaan in die balans. Ja, en dan moet je geld aantrekken en dat kost geld. Ja. En, als je dan het voorbeeld ziet van ING, wat ik dus heel interessant vind, daar heeft nog niemand mij antwoord op kunnen geven. Maar als ik dan in één keer in 2015 een post Central Bank zie van 21 miljard, terwijl net in 2014 de staatssteun is afgelost. Mm -hmm. Ik zie ook in de, de Nederlandse Bank een post van 21 miljard en dan is het dus net iets meer, een paar honderd miljoen. En als je dan gaat kijken op de Nederlandse Bank, dan zie je in één keer dat er veilingen zijn en dat dat dan allemaal ten goede moet komen van uh, uh, de, onder, eh, de ondernemers, dus dat er geld wordt verstrekt. Ja. Dat is dus maar een paar honderd miljoen. Ja, dat gebeurt ook helemaal niet. Nee, precies. Dat is, dus, dus, dat is, dat is, dus uiteindelijk ja. is er misschien best wel wat geld verstrekt. En dat wordt dan onder auctions gedaan en allemaal heel interessant. Maar dat zijn, dat zijn verwaarloosbare bedragen. Als je ziet dat er een post van... Er is geen 21 nee. miljard geveild. En je het, ik, heb dat echt, ik kan vijf voorbeelden noemen dat ik, dat ik ergens ben bij een, bij een event. bij. Eh, bedenk het maar dat er ergens een bankier is. Iemand van ING of een hoofdeconoom, weet ik wat. En dan zeggen ze dat met droge ogen. Dan zeggen ze zo werkt het. He, ja. Dus de liquiditeit gaat door de ECB omhoog bij de lokale ja. banken. En die lokale banken stimuleren de economie. Ja, en dan, nou ja, de en dan laat je de liquiditeit omhoog. Zien. Ja, dan zie je de, jullie liquiditeit gaat omhoog, ja. maar je leent minder uit aan ja. die ondernemers. We zijn aan het krimpen. Ja, en dat het zie het, je ook in de dossiers. De mensen, hoe kun je dat nou zeggen? Uh, dat we dat krijgen dat, gewoon ja. te pas en te onpas te horen dat ze niet meer gefinancierd worden. Nee. Dus, en, dat, en dat is waarom ik dus vind dat het. ...bekend moet worden, want er zit natuurlijk een, een, een risico. Maar dat risico is er. Ik bedoel, daar ga ik geen veranderingen in brengen. Dat risico is er helaas. En daarom vind ik het belangrijk dat dit zichtbaar gaat worden. Omdat ja. we met z'n allen betalen voor een heel lucratief systeem... ...waar een paar mensen baat bij hebben. Ja, en dat is als je aandeelhouder bent in zo'n bank, want dan... Nou ja, en of het daar werkt. Ik bedoel, uh, ja. hey, uh, bestuurder bent en loopt te huilen dat je te weinig uh, betaald krijgt. Ja, het is, ook, het is ook om te janken. Ja, het is niet. Het is ook, maar eigenlijk zou er is hele lijf eruit uh, komen. Maar dat hele QE, <laughs> dat is eigenlijk gewoon een soort reddingsoperatie van banken. Nou, dat is nu wat mij, wat ik, hè, als ik zie dat hele verhaal met iedereen. je maakt een en afvalbak, uh, eigenlijk van dumpen ja, uh, hieronder. En de vraag is ook in hoeverre dat hele witwasverhaal wat nu speelt, wat er natuurlijk al was, uh, ook niet gebruikt wordt als dekmantel, dat het iedereen, hè, dat, dat je mooi dat is, beheersbaar. Uh, dat, dat de aandacht afgericht is van andere, of ja. afgeleid is van andere. Uh, ja. Ik, ga de, ik wil een beetje richting de afronding ja. toe. Uh, want je moet ook zo. Uh, ik, ga, ik ga een voorspelling doen. Ik denk dat wij. Dat dit wel goed wordt bekeken. Dan zeggen mensen. Oh, wat erg allemaal. Maar dan begrijpen ze het maar voor de helft. Want het is vreselijk moeilijke materie die wij hier bespreken. Ik heb er ook moeite mee. Uh, terwijl ik toch best wel goed ben uh, uh, ingelezen. Dit gaat een keer fout. En dan blijkt dat onze banken dat ze veel wankeler zijn dan we dachten. He, want die, die derivatenpositie, ook al is die off balance, die kan wel degelijk terugkeren in de boeken van de bank. En dat is als mensen gaan wanbetalen. Dus als wij een keer een recessie krijgen, dan, en, dan gaan mensen misschien wanbetalen. En dan komt dat terug in de boeken van de bank. En dan zien we pas echt hoe groot die post is. Ja, want die, die, wat je zei van dat dode geld op de balans bij ING, ik heb het net opgezocht bij Rabobank is het inmiddels 60 miljard. En met Deutsche Bank schommelt het, dus de derivatenkoning van Europa, schommelt het rond de 200 miljard. Ja, maar Deutsche Bank, en dat vind ik heel grappig, die heeft natuurlijk die bad bank uh, nog niet zo lang geleden opgericht. Ja. En ik denk dat ze dat hebben gedaan, omdat, kijk, dit is allemaal wat ik doe en wat ik uh, schrijf, dat is natuurlijk allemaal licht onder de loep. Dus ze weten dat het bekend is. Ze weten mm -hmm. dat ik die correcties heb gezien, daar heb ik de AFM ook over ingelicht. Ja. Uh, dus ik denk dat uh, Deutsche Bank, uh, dat, dat, uh, dat, dat dat soort partijen, uh, dat dat natuurlijk helemaal heel close met elkaar wordt overlegd tussen die centrale bankiers en tussen die staten. En dat die gekozen hebben voor een zichtbare oplossing. namelijk. Ze zeggen niet precies wat ze daar uh, in die bedbank proppen. Nee, er zit iets met. Uh, het is in totaal drie de BMG ja. is in die zin de bedbank van ING. Ja, dat is het. Alleen Deutsche Bank is dan zo. Ze noemen het dan de Capital Release Unit. Ik ja. heb hier ook een filmpje in. Nee, ze gemaakt. hebben het openbaar gedaan. ING is er niet transparant over geweest. Nee. En jij zegt eigenlijk is die, dat BMG, dat is de Minder Gans, dat is eigenlijk de. De bad bank van ING. Ja, want uh, ING had geen collateral. Dat zie je ook in hun jaarrekeningen. Uh, als je dus dat collateral opzoekt, dat moeten ze dus transparant over zijn onder IFRS 7. Dat vind je niet. En dan zie je dus dat ze het over koffer hebben. Dat is uh, dekking. En dan hebben ze eigenlijk een hele tabel waar ook die, die, die hypotheekrechten in zitten. Je kan dat niet uitsplitsen naar off balance. En dat ja. is natuurlijk omdat ze dus die hypotheekrechten gebruiken voor off balance verplichtingen, wat nooit de bedoeling was geweest. Want daar krijg je een liquiditeitscrisis door ja. op het moment dat het uh, fout gaat. Ja. Uh, dus daar, uh, uh, en, en wat je dan ziet is dat ze uh, ook in die overzichten allemaal steeds zeggen, inclusief interne leningen, intragroep leningen, extern, uh, exclusief uh, intragroep posities. En zo kunnen ze dat systeem uh, in balans, dus die, die double leverage in balans houden. Ja. Uh, Leuk als we dit, ja, daarom als we dit later terugkijken, dus bijvoorbeeld over een jaar of vier, ik neem aan dat ik dan kinderen heb, en um, dan, dan zien we het nu al helemaal misgaan. En dus ik praat even tegen onszelf in de toekomst, laten we hier dan weer zitten, dan zien we, zien we eigenlijk nu al die banken een beetje zieker zijn. Je ziet allemaal rare dingen gebeuren die er gewoon op duiden dat ze helemaal niet zo gezond zijn als ze doen voorkomen. Nee, en ik, ik, de vraag is ook: in, en dan, dan het gaat is het straks niet. mis. En dan, zeg, dan kunnen we dit moment terugkijken. Ja. Dit filmpje. Dat en dan was dan het dan vorige zeggen keer van, al, hè? zo. So. Ja. Ja, ja dat was vorige <laughs> keer al over het gat van de accountant en dat Ernst de Jong erop zat. Ja. Nou, dat, dat, het, het krijgt de staart. Uh, ik heb ook. Uh, ja, we jij nog Nou, we zijn dus bezig met die WOP. We gaan een uh, civiele procedure starten tegen de AFM. Althans, we al, uh, zijn we al mee bezig, natuurlijk met al die brieven. Maar dat gaan we nu. We zitten ook even te wachten op die WOP. Maar dat is weer de uitspraak is uitgesteld. Maar uh, en we moeten het, we doen dat als kantoor, bekostigen we dat zelf, dus dat moeten we ook een beetje tussendoor schrijven, zeg maar. maar uh, we, gaan, uh, we willen we willen voor gaan doen met uh, meneer Roosmuller en mevrouw van Vroonhoven. Ja. En uh, uh, nog wat mensen vanuit de AfM. Meneer uh, ja, Roosmuller, willen... die snapt dit toch helemaal niet. Nee, laat me daar. Nee, nou ja, kijk, ik vind het heel interessant om te horen wat hij dan wel ervan begrepen heeft. Ja, want hij dit. Eerst bij GroenLinks en daarna deed hij iets met onderwijs en nu, nu derivaten. Nou, Merel gaat naar het onderwijs. Dus ja, leuk. Het, het lost de Hey Merel, achter. ruilen, ja, 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 ja. Dat is een beetje het baantje. Is, ja, nee. Het, leuk uh, leuk uh, nieuw baantje. Uh, maar, ja. we, 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 dat willen we dus ook horen. En, en waarom er dus ook nooit wat met die brieven wordt gedaan. En tegelijkertijd gaan we een hele simpele verklaring voor recht vragen van dat rapport van de AFM van maart 2005. Want ik vermoed dat dat. Kijk, die accounts hebben zich daar natuurlijk niet zo heel lekker bij gevoeld. Want die weten nee. dat het in de contracten het allemaal anders stond. Um, dus men had toch een soort van dekking nodig. En ik denk dat ze dat rapport van de AFM uit 2015 hebben gebruikt om die, uh, balans, die posities van de balans af te halen. Wat ja. ze dus waarschijnlijk in 2016 te heet onder de voet is geworden. Ook misschien door mijn overwinning uh, van die uh, uh, rechtszaak in 2015 in ja. september. Dat was daarna. Dus er zitten natuurlijk allemaal enorme krachten achter. Maar uh, <clears throat> uiteindelijk... Uh, 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 willen we dus de AFM, uh, de, dat de rechter gewoon zegt: nee, dat rapport is in strijd met de wet. Ja. Dat natuurlijk echt, uh, en en de, ook in strijd nu met jurisprudentie, want we hebben ook de Hoge Raad die gewoon alle klachten van ING afwijst. Hè, op grond van dat het feitelijk is, dus je moet bij die, bij die feitenrechter zijn. Ja, het is wel, dat is dus uh, ja. de, het Hof Amsterdam. En het Hof Amsterdam heeft het gewoon goed gezien. Die heeft die, 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 die correcties ook gezien, want die hebben we namelijk aan het Hof over, hè, overgelegd. Um, dus dat gaan we doen en um, ik heb ook uh, vorig jaar uh, samen dus met die uh, uh, Amerikaan uh, uh, ja, aangifte van melding gedaan bij de SEC ja. uh, tegen INV. Ja, nou, de Amerikanen zijn daar wel fel op hè? Dat moet blijken. Kijk het is natuurlijk een beetje de vraag of dit een, een Europees of een wereldwijd probleem is. Ik denk dat het een wereldwijd, want dat, dat, die hele oververhitting op de repo-markt die je nu ziet, en dat zijn dus de, de markt waarop je effecten uitleent, hè, securities ja. lending repo, Um, ja, dus die in... hele rare schommelingen in die termijnen, ja. of in de rentes bijvoorbeeld bij Amerikaanse staatsobligaties. En waarom? Omdat je dat allemaal open, je moet dat zichtbaar maken, dus die, die uh, met dat IFRS 7, uh, aan het einde van iedere uh, uh, kwartaal. Dus aan het einde van het kwartaal zie je dus die, 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 die markt enorm in beweging komen. Want dan gaan ze met z'n allen uitlenen om die, dat collateral, dat, dat lekken. En ik zie nu ook allemaal rapporten komen van de, van de, de centrale banken. Dat de lack of collateral. In ja, ja. Amerika de, zijn ze alweer aan het bijstorten. Ja, dus de, de, ja. de centrale bank is alweer aan het bijdrukken. Ja, en ik denk dat in Amerika het probleem was waarom die repo-markt zo snel is gegaan. Is dat uh, in Amerika QE eerder afgeschaft is. Dus betekent het dat ze dat, dat met uh, repo alleen moesten vullen, nog, dat gat wat er nog is. Dus, dus het is heel interessant om te zien of het, uh, of het wereldwijd is. Uh, en of, ik heb uiteindelijk twee meldingen bij de uh, SEC gedaan en we hebben de, alles wat we hebben gevonden aangeleverd. Ik heb ook gezegd dat ik uh, dat allemaal beschikbaar stel. En, ja. uh, we hebben dat natuurlijk uiteindelijk uit, 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 uh, al lang veilig uh, opgeborgen. Ja. En uh, dan is de vraag van, ja, dan heb ik wel meer vertrouwen in het Amerikaanse systeem... ...waar je gewoon uh, heel lang de bak in gaat. Uh, he, ja, je kan, je kan de bak in. Dus dat is dat SOX 404, dus die... Ja. Uh, en dus, dus dat, Sorry, dat, uh, ja. dat is uh, uiteindelijk... Uh, ja, ik, ik ben hier in Nederland, dus heb ik met Field gesproken, met de uh, AFM, met &B. Ik heb uh, gezegd van, zij zitten in het VEC, hè, in het Financial Economic Crime Center. Dus zij ja. moeten uh, die aangifte doen. Ik heb gezegd, jongens, ik ga er vanuit jullie aangifte doen. Er wordt niets mee gedaan. Nee, maar uh, dat lijkt me ook <coughs> logisch, want... Uiteindelijk wordt het chef zache, ja. zullen we maar zeggen. Dan gaat het toch hoger op. Komt ja, het, alleen... dan komt het, in het kabinet wordt dat dan misschien ook besproken. Dan zeggen ze van ja, als je, bank, als, je een, als je die bank dwingt om transparant te zijn. En je, haalt alle, je laat alle lijken uit de kas vallen. Ja, dan heb je dat geen, wil je helemaal niet. Want als, nee. die, als die omvalt, dan zit je er weer mee. Je ja. ziet dat nu in Italië. Dan zeggen ze, ze hebben ook wat, wat strenger toezicht op Unicredit Een van die grotere banken. Nou, dan, dan valt er hier weer 15 miljard euro. Uh, uh, weer een schade of een ja. fraude. Dat is nu drie keer achter elkaar gebeurd. Dus voor 45 miljard euro is er aan lijken uit de kas gevallen. Dat gaat direct van het eigen vermogen af. Dan is die bank, die is, volgens de beleggers, is die insolvabel. Dus dat, dat wil je niet. Dus dat is, dat is denk ik nou de Ja, dat is dus nu de, een de interessante vraag: van wil je dat niet? Of moet je het systeem uh, laten zien wat er gebeurd is en het eruit laten lopen? En uh, we hebben nu gelukkig wel een afwikkelsysteem. Dus ja. we kunnen daar wel wat mee doen. Maar dat, maar dat is het mooie. Als je gewoon niks doet. Dus, als je, dus je bent een konijntje, je zit op het uh, midden van de snelweg. Hè, alles scheert langs je heen. Je wacht gewoon even en aan tijd is het verkeer op. Hè? Dus die derivaten die lopen een keer af. Ik denk ja, dat dat de strategie de is. is, gewoon, is gewoon fingers is. crossed. En dan ja, dat, dat is denk ik ook de opzet. Alleen de vraag is hoe lang... Uh, kijk, er is ook uh, aan uh, publiek, hè, dus uh, gemeentes, et cetera, enorm lang uitgeleend. Looptijden van 30 tot 50 jaar, dat komt straks ook allemaal nog... Als een konijn uit de hoge hoed, over dat ja. een leuke konijntje gesproken van je, uh, nog eens een keer uh, weer terug de maatschappij. Ja, als je niet uh, het niet ook vaak nog Ja, want sommige zo, uh, posities zijn ook ongedekt. Dat je, uh, kijk, ik zag ooit in een gemeente Rotterdam, ik weet niet of ze dat inmiddels uh, allemaal hebben opgelost en dus voor betaald hebben uh, van publiek geld. Maar die, die zaten uh, uh, scheef, uh, waardoor er na twintig jaar weer een enorme uh, renterisico zou ontstaan door die swaps. Uh, ja, na mei de zonvloed. Ja, uh, dus, dus dat de... is, het, is, het is uitstellen. Ja, het is uitstellen en de vraag is of het executie is. Want uh, die liquiditeit die is blijkbaar niet genoeg, hè? die, die, die repo-markt. En die, die liquiditeit, je die, die ziet dat die rentes oververhit raken. Omdat het dus blijkbaar het nog steeds niet genoeg is om die gaten te dichten. Ja, dus er komt er meer QE. Ja. Dan, 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 he, dan zijn er heel veel mensen die zeggen ook van ja, maar dat, 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 de, de groene gekte die je een beetje nu hebt. En dat er zo'n klimaatplan komt, dat is eigenlijk een beetje een excuus om toch weer nog harder, harder die printer aan te zetten. Van de, de, de geldpers. Maar eigenlijk is het gewoon om die oude problemen af te dekken. Dus dat, dat QE, daar komen we nooit vanaf. af. Uh, ja. T uh, ik, daar ben ik heel benieuwd naar. En, en, en überhaupt wat het nu. Uh, ik, het is niet meer beheersbaar. Dus ik denk dat we allemaal het antwoord niet weten wat er gaat gebeuren. Nee. Dat is ook meteen het uh, terug van het einde. Ja. Zo voor Kerst. Ik vind, ja, zullen we het hierbij laten? Ja. Dan, uh, <laughs> nou, lieve mensen, uh, dank u wel. Um, ja. Ik heb het al de ondertitel van mijn nieuwe boek is Aan de vooravond van de nieuwe crisis. En dat is omdat je eigenlijk al die wankele elementen, je ziet het al. Dus je weet niet precies wanneer iemand gaat vallen. Het is net een dronken. Onze economie is een dronkelap op een fiets. Je weet dat hij een keer gaat kletteren waar het door komt, waar het hem in zit. Maar je weet niet waar hij precies over struikelt. Is het de tramrails? Is, is het een steentje? Weet ik veel. Maar wij, um, we are not out of the woods. Fijne kerstdagen.